dan draagt de heer Omtzigt bij aan een glijdende schaal. En ik zou hem willen vragen om dat niet te doen. Dank om daar harder in te zijn. Dank u wel. De heer Omtzigt. Nou, ik nodig de heer Van Balen uit om de brief van uw sociaal contract te lezen met een harde ondergrens. Die brief die was 3 kantjes lang. Daar hebben we niet een soort diplomatentaal gebruikt om te vertellen wat we bedoelden met die ondergrens. Ik heb ook hier allerlei dingen vandaag gezegd over wat ik ermee bedoel. Met vormvrij bedoel ik, moet dat een contract of een manifest zijn? Ik heb een manifest gezien wat ik zelf niet kende. Allemaal prima. Er zijn allerlei vormen om erover te denken, maar wat belangrijk is, is dat je elkaar daar ook een zeker vertrouwen in hebt. En ook daarvoor zijn die gesprekken. De informatiefase kent dus geen gesprekken. De verkennisfase kent geen gesprekken waar je met een informateur met 4 partijen aan tafel zit. En ik denk dat dat soort gesprekken wel belangrijk zijn. Net zo belangrijk als wat je op papier zet over vertrouw je echt dat we dat met z'n vieren houden. Op inhoud, op vorm, op grondwettelijkheid. Ja, dat moet groeien aan die tafel, of niet. Dank u wel. Dan tot slot, de heer Van Balen. Ja, voorzitter, laat ik hem gewoon even heel concreet maken. Vindt de heer Omtzigt, voordat de heer Omtzigt welke vorm van samenwerking dan ook met de PVV kan steunen, dat daarvoor de heer Wilders moet intrekken dat hij geen moskeeën wil in Nederland. Dat hij moet intrekken dat mensen met een migratieachtergrond extra gecontroleerd worden. Dat hij moet intrekken dat hij vindt dat de islam een kwaadaardige ideologie is. Moeten dat soort dingen volgens de heer Omtzigt ingetrokken worden voordat hij kan praten over welke vorm van samenwerking met de PVV dan ook? Of is dat vormvrij voor hem? En gaat hij daarover onderhandelen en marchanderen? Het punt is duidelijk. De heer Omtzigt, tot slot. Voorzitter, ik ga daar het rustige gesprek over aan met de andere partijen in alle rust. En als u hier probeert een lijst te maken, dat is niet de manier om met andere partijen te praten. Maar u kent mijn harde ondergrenzen. Die heeft u eerder gezien en ik ben bereid geweest om hieruit een partij te stappen en te zeggen, ik steun een regering niet langer. En dit terugziend, wat hier vandaag in de Kamer gebeurt, had ik gewild dat wij in 2007 net zo hard geweest waren richting staatssecretaris Rutte. Want er is er maar 1 in deze Kamer die destijds veroordeeld is vanwege rassendiscriminatie. Dank u wel. Dat was de heer Rutte en niet de heer Wilders. Dank u wel.